Even kijken hoor. Oh, ik moet het ijs op inderdaad. Ja. Shorttrekster Xandra Velzenboer uit Culemborg kwam vandaag in actie op de Olympische Spelen. Maar het dame is 15 jaar en schaatst bij dezelfde club waar Xandra ooit begon. Haar droom is dan ook om ooit op de Olympische Spelen in actie te komen. Mijn ambities zijn eigenlijk om gewoon landelijk, ja, Star Class heet dat, eigenlijk een Europese wedstrijd is dat. Om daar gewoon goed te rijden en mezelf een beetje te laten zien eigenlijk. Dat is een beetje. Marit traint bij de Brabantse schaatsvereniging waar Xandra Velzenboer, die vandaag op de Olympische Spelen in actie kwam, ooit begon. Xandra Velzenboer is wel van mijn club en die rijdt natuurlijk wel. Dus daar kijk ik dan wel extra naar. Even kijken hoor. Oh, ik moet het ijs op inderdaad. Ja. Haar tegenstanders staan al op het ijs voor de 1000 meter. Begin maar met opzetten, Marit. Begin maar. Maar ze is vandaag niet meer in voor haar dan een tweede plek. Ja. En we hebben de nummer 4. En hebben we ook de finas. Eerst Sarah. Net toen ik wilde aanzetten, miste ik net de snelheid. Dus dat was zo jammer. En de laatste twee rondjes miste ik ook net een beetje de kracht om echt door te versnellen. Dus dat was wel jammer, maar ik ben op zich ben wel tevreden. Na de wedstrijd komt haar voorbeeld Xandra Velzenboer in actie op de Olympische Spelen. En dat volgen ze op de telefoon. Ja, ze is als eerste over de finish en volgens mij ging het wel heel erg goed. En vanmiddag kwam Velzenboer ook nog in actie op de gemengde aflossing. Maar door een val van Suzanne Schulting werd Nederland in de halve finale uitgeschakeld.